Heer Hugo Waard een doordeweekse dag. Het dartcafé daar heet De Swan. Er wordt gegooid in competitieverband. Een van de darters die gooit is Wesley Harms uit Barsingenhorn. Een van de Noord-Hollandse darters die op het Zuiderduin Masters podium staat. Ik hoop eindelijk nu na 3 jaar toch maar een keertje door te gaan naar de kwartfinales. En ja, gezien de loting moeten er zeker kansen liggen. Tegenstanders van Harm zijn in de poolfase Scott Mitchell en Jan Dekker. Wesley Harms, een darter die zichzelf omschrijft als... Geconcentreerd. Ik ben niet echt een karakteristiek persoon. In het begin jaren wel, maar nu mijn focus ligt meer op het darten zelf. Dus ja, niet de feestjes eromheen meer. Harms won dit jaar de World Cup in Canada en haalde de afgelopen 2 jaar 2 keer de halve finale van het WK. Toch houdt zijn sponsor er mee op. Harms moet op zoek naar een nieuwe. Er heeft zich helaas nog niemand gemeld. Maar nou ben ik zelf ook niet actief daarmee bezig, omdat ik me moet concentreren op mijn toernooien. Dus achter de schermen wordt er wel aan gewerkt. Maar zelf ben ik er momenteel nog niet mee bezig. Ik wil me eerst richten op de toernooien. Harms oefent dus voor de Zuiderduin Masters in zijn eigen dartcafé. Daar waar de sport moeiteloos samengaat met het werk van de grote Hollandse meesters. Harms speelt er graag en goed. En het laatste hoopt hij ook te doen op de Zuiderduin Masters.